natuurlijk weer iemand die dat allemaal op het laatste moment moet doen. Hier. Echt ontzettend leuk. Zo een klein beetje tegen alle afspraken in. Kan ik je jas aan? Nee, geen jas aan. Ja, zo is het heel koud buiten. Ik ga naar schatje toe. 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 Kom zo. Ja, bouw. Nou, terwijl Sophie net even naar school was, heb ik even boodschappen gedaan. Oh, en nog meer. En even brood en sla voor vanavond. Finn vindt dit altijd super lekker. En morgen komen de boodschappen van de Albert Heijn. Dus, oh ja, sapjes. En dan ga ik nu even de lunch maken. Oh ja, kaasjes. En nog een sapje. Yes. Ja, Sophie? Misschien kun je dit laten. Ja, dat laat ik wel een keer zien. Dit is onze planning, maar dat laat ik even een andere keer zien. Dat ga ik wel over vertellen, goed? Ik heb geen wit stuk meer. Oké, even kijken hoor, even glaasjes. Welke is die roze van de zee? Dit is appel, banaan, aardbei. Heerlijk wat? Alleen van mij. Nou, nu, omdat jij alleen hier bent, mag jij ze nu, ja? Allemaal. Wat is dit? Daar kan ik een liniaal van maken. Ah. Als ik iets leg. Nou, dat is van mama. Mag ik nog een beetje? Drinken. Zo, een klein beetje tegen alle afspraken in ben ik net toch naar kantoor gereden. We hebben alles nu zo geregeld met die 3 weken thuis, hè, met de kindjes. Dat alles geregeld wordt, dat ik alles op afstand in principe zou kunnen volgen. Maar ik weet niet, laat hieronder achter als je ook een eigen bedrijf hebt. Dat is toch heel lastig. Want weet je, het is zo bijzonder als mensen vertrouwen in jou hebben en bestellen bij jouw bedrijf. En ja, dan voelt het voor mij gewoon dat ik alles moet doen om dat gewoon perfect te maken en te laten slagen. Dus daar doe ik dan ook heel veel voor. En het liefst zou ik alle pakketjes die de deur uitgaan gewoon helemaal knuffelen en zo. Dat doe ik niet hoor, dat zou ik wel willen. Ik vind het gewoon zo fijn en leuk. En, maar goed, ik ga dus nu toch even hier naartoe en even helpen, even kijken. Senna is bij een vriendje en Sof. Er is nu even iemand bij Sof, dus het kan ook gewoon even. Dus als ik op mijn kop krijg, zeg ik gewoon van joh, maar het komt makkelijk. Dus yes. Dus eten voor vanavond en ik ga er even een salade bij maken. Finn is laat, Senna eet niet thuis. Dus Sof en ik gaan denk ik beginnen met deze. Zo, goedemorgen. Ik
voel me echt, het is dinsdag, 10 uur en ik voel me echt, oh, ik heb gewoon geslapen en ik heb volgens mij ook wel gewoon echt heel diep geslapen, maar ik voel me echt een beetje geradbraakt of zo. Ik weet het niet, ja ik weet het eigenlijk wel. Ik had opeens het besef heel erg vanmorgen van, oh ja, zo voelt het dus om een moment er. Ja, daar ben ik weer. Ik ben gisteren dus gisteravond gaan douchen. En toen ben ik zo zonder verder iets in mijn haar te doen in slaap gevallen. Maar nu plukt het en pluist het een beetje. Maar goed, ik had vanmorgen heel erg het besef van, oh ja, zo voelt het dus om met de lockdown met de kindjes thuis te zitten. En gewoon, het is een zooi in huis. Ik had dus zoiets van, nou, ik laat alles lekker gaan, maar het is echt, de boel is gewoon zo ontzettend ontploft. Dat ik daar ook weer heel onrustig van word, dus daar gaan we nu eerst wat aan doen. De Albertijn komt zo. Daar ben ik altijd heel erg blij mee, want dan heb ik alles weer lekker in huis en zo. Nou, kindjes zijn nu wel, ik heb, wat ik vaak doe als ze een beetje onrustig zijn, dan zet ik ze boven. Senna is met zijn Lego Ferrari aan het bouwen. En ik heb een klassiek muziekje voor ze aangezet, pianomuziek. Daar worden ze heel relaxed van, dat is misschien een tip. En ja, nou ja, goed. Ik dacht over, ja, weet je, de kinderen kunnen niks aan doen. Dat ze lange vakantie hebben en dat we niks kunnen doen, et cetera. Dus ik moet ook gewoon een beetje relaxed zijn en lief voor ze zijn. En, maar dat komt goed. Nou, Senna is lekker hier bezig. Ik zal even jouw Ferrari laten zien, Sen. Nou, je was zo gisteren mee bezig. En dit is Senna's Ferrari. Hoe lang zou je daarmee bezig zijn, denk je? Een paar uur. Paar uur? Ja. Oh, ik hoop toch wel iets langer. Jee, de boodschappen zijn er. Het is alleen wel een beetje weinig, zie ik. Het is echt voor de feestdagen. Dus dan moet ik nog maar even zelf boodschappen doen of bij picknick bestellen. Ik ga even snel een boterham maken. Dit vind ik super lekker. Ik ga eerst even zelf snel eten en dan met de kindjes. Ja, ik kom maar aan, lief. Nee, maar je mag oversteken, want die auto... Oh, daar is Senna. Die auto gaat rechtdoor. Kom maar. Eens even een lekker rondje fietsen. Senna is op de step. Het is... Ja, zometeen. Het is koud, maar er schijnt een zonnetje. Dat is lekker. Kom maar, Sen. Het is tijd om te gaan koken. Ik vind dit altijd heel erg lekker. Het zijn overgroenten, maar ik doe ze even in de pan. Want ik ga, ja, het kan allemaal wat gelijk in de oven en zo, maar ik doe het eigenlijk altijd even apart. Deze, dit is de gewone aardappelgratin en deze is met truffel. En de kinderen en ik zijn gek op truffel, vind niet, dus daarom heb ik ook zo een. En de kindjes en ik eten lekker kipfilet en Finn die eet een vega worstje. Yes. Zo, het is avond en ik ben even lekker aan het koken. Oh, ik dacht, ik ga even kletsen met jullie. Ik had echt een beetje een baldag vandaag. Nee, niet een beetje, echt heel erg. Ik werd vanmorgen gewoon niet helemaal lekker wakker en zo. En toen ben ik lekker gaan poetsen in huis en zo. Nou, dat knap ik al. Dat knap ik altijd heel erg van op. En toen kreeg ik halverwege de ochtend een heel leuk nieuwtje voor Bellevaar. Een hele financiële meevaller. Nou, toen dacht ik, wat heerlijk, wat fijn, wat leuk. Nou, was ik weer helemaal opgewekt en zo. Maar het kwam steeds van dat ik dacht, ja, ik zit nou 4 weken met de kinderen weer thuis. Het besef kwam gewoon heel hard binnen. En gewoon van, ja, we zijn weer terug weer af. En hoe moet het nou weer? En straks gaat het nog langer duren. Vooral dat, hè, omdat je niet weet waar je aan toe bent. Senna die gaat een beetje los boven. Moment. Nou, Senna was met een of ander spel de eerste van de 100. Daarom moest hij zoveel lawaai maken. Maar in ieder geval, ja, het besef kwam vandaag gewoon opeens heel hard binnen. En mijn man die gaat heel vroeg naar kantoor. Die heeft ook een eigen bedrijf. Die gaat heel vroeg naar kantoor. Die komt s'avonds pas heel laat thuis.
En dan ben ik dus alleen met de kinderen en dat geeft niet. En ik ben heel graag bij ze. Maar ik ben iemand die ook wel echt rust nodig heeft en zo. En dat vind ik gewoon wel, ja, vooral dat ik niet weet waar we nu echt aan toe zijn en of het straks echt voorbij is. En dat vind ik heel erg lastig, maar daar ben ik zeker weten niet de enige in. Dus ik lees heel graag van jullie hieronder in de comments hoe jullie daarmee omgaan op het moment. Vanavond heb ik een webinar. Daar ben ik heel benieuwd naar, om 8:00. En ik hoop dat Vin tegen die tijd thuis is al. Want ja, Senna is dan nog niet naar bed en zo. Maar ik zou hem graag gewoon even rustig willen volgen. Ik ben heel erg benieuwd. Het is van Alpha Vrouwen. En het gaat over het laten groeien van je webshop. En daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Want zoals jullie misschien weten, heb ik sinds 2 maanden nu. Ja, 2 of 3 dagen, 2 maanden. Mijn eigen fashion webshop en dat gaat heel erg nou, goed. Ik had nog van alles verteld en ik wil het even terugkijken, maar dat heeft hij waarschijnlijk dus niet opgenomen. Maar in ieder geval, ik ga vanavond een webinar volgen en dat gaat over het laten groeien van je webshop. Nou, zoals jullie misschien weten heb ik sinds 2 maanden, of een paar dagen 2 maanden, mijn fashion webshop. Iets waar ik dolgelukkig mee ben, waar ik een hele goede, fijne start mee heb gemaakt en wat goed loopt. Maar ik wil heel graag groeien, maar ik weet niet zo goed hoe en wat. En dat mis ik soms gewoon heel erg. Ja, soms zeg ik ook tegen mijn man, ik moet eigenlijk gewoon echt een soort, nou ja, niet een coach of zo, maar iemand hebben die met mij meedenkt om strategisch te denken. Kijk, mijn webshop doe ik met heel veel liefde. Ik vind het superleuk en alle contacten die ik heb. Maar hoe mooi zou het zijn om gewoon nog meer mensen te bereiken. Gewoon, ja, het is gewoon echt zo leuk om dat gewoon zelf te kunnen doen en om mensen blij te maken. En bij mij bestel je ook nooit gewoon zomaar iets. Ik krijg altijd wel, ja, ik probeer altijd heel veel liefde in het pakketje te stoppen en cadeautjes. En ja, het is gewoon, ik wil dat je blij wordt van mijn merk, zeg maar, echt van Bellevaar. En ook heel veel persoonlijke aandacht geven en dat soort dingen. En nou dwaal ik een beetje af, maar in ieder geval, ik wil groeien. Dus dan ga ik vanavond de webinar volgen en ik ben heel benieuwd of het wat is, want ik heb een paar weken terug, toen ik net begon met Bellevaar, heb ik een keer iets gevolgd over adverteren op Facebook. Nou, dat vond ik echt, ja, nee, dat is echt een beetje domper of zo, want ik dacht echt van ja, je vertelt me niks nieuws en het was heel erg gericht op dat zij wilde verkopen, dat zij dan jouw advertising zou gaan doen. Ja, en nou, mijn man en ik hadden zoiets van ja, weet je, het is niet erg om iets aan te bieden. Dat doe ik natuurlijk ook met mijn webshop, hè. Je wil dat mensen iets kopen, maar bied iets waardevols en dan zou je van mij een betalende klant kunnen maken. Dus ik hoop dat degene bij wie ik het vanavond die webinar volg, niet na een half uur hoef weg te klikken omdat ik denk, maar dat ik daar echt wat uithaal en dat ik dan, ja, misschien kan ik met ze samenwerken of wat dan ook. Dat zou heel tof zijn. Maar ja, ik wil natuurlijk wel echt wat leren, want het is mijn eerste webshop. Mijn man heeft al een hele grote webshop, een hele goed lopende webshop. Maar die is gewoon heel erg druk, dus die kan niet elke keer mij gaan helpen. Dat is jammer, maar het is niet anders. Dus ik zoek een beetje naar tools, naar mensen die met me meedenken en dat soort dingen. Dus dat hoop ik dat ik daar vanavond wat uit kan halen. Nou, en nu ga ik snel naar mijn koken terug. Ik zie jullie snel. Doeg! Hey hoi, het is vandaag woensdag en ik ga Senna halen van Survival. Die is vanmorgen wezen te survivalen. Dat hadden ze hier in Ede georganiseerd, daar kon je ze voor aanmelden. Van 9 tot 2 en Senna zou met zijn vriendje gaan. En ik kreeg vanmorgen bericht dat hij ziek was en dat was natuurlijk super sneu voor het vriendje. En Senna was ook echt een beetje van, oh, ik ben zo verheugd. Nou, dat vriendje natuurlijk ook. En toen dacht ik eerst van, nou ja, dan gaat Senna maar ook niet. Maar toen zei hij, ja mam, ik ga toch. En dat vind ik super knap, want ik heb ook even gekeken naar iedereen die daar rondliep. En hij kent daar niemand, dus ik vond het echt heel knap. En ik ga hem nu halen. Ik ben heel benieuwd hoe hij het heeft gehad. Mijn zus appte net en zei, zullen we even koffie drinken vanmiddag? Want haar zoon verveelt zich. Ik zei, kom maar gezellig bij ons. Doen we lekker een bakkie. Dus ik moet even kijken of ik nog wat lekkers ergens kan opsnorkelen. En ik heb net met Sof een half uur XCO gedaan. Ik dacht, ik moet wat doen, want die spanning in mijn lijf is echt... Ja, mensen die sporten om spanning kwijt te kunnen, die zullen het heel erg herkennen. Maar dat is bij mij dus nu wel een ding. En ik had eigenlijk geen zin, maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus ik heb op YouTube iets gepakt van een half uur. En ik had bij de sportschool een XCO gehad en dat heb ik nu dus net gedaan. En
Oh, ja, ik voel me goed. Ik voel me beter. Dat moet ik echt vaker doen. Moet ik echt onthouden dit. Eigenlijk moet ik dit stukje even op mijn telefoon zetten. Dat als ik geen zin heb, dat ik even dit terugkijk. Hoe goed ik me nu voel. Maar nu ga ik Senna halen. Nou, Senna is weer thuis. Ik heb hier even thee in gedaan. Want dat is een lekker grote beker. En zo vroeg wil jij griesmeel voor me maken. Ja, schat. Dat wil ik wel. Ik vind ze heel lekker. Nou, ik ga niet met die lekkere saus doen en zo. Maar gewoon... een beetje in de pan met een beetje soja en dan heeft ze een lekker warm papje. Zo, even eten aan het maken. Ik ga er nog even groenten bij pakken en dan kunnen we zo gaan eten. Deze zijn voor Sophia trouwens, hè. Van ze, of tenminste voor Senna zo vind. Ik eet gewoon aardappelpuree, denk ik, want dit is niet genoeg. Maar deze. Ik dacht, ik vind het zelf wel leuk. Deze even lekker aan het uitpakken. Die heb ik gekregen voor Sinterklaas. Echt kijk hier zo naar uit al de hele dag. Ik ga lekker badderen, jongens. Ik ga deze lekker gebruiken. En ik ben de laatste tijd helemaal van de body cream. Dus die ga ik ook lekker doen. En... oh, zo leuk dit kaarsje. Heerlijk. Love it. En scrub. Ja, dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Dus dat ga ik nu even overslaan. Ik ga lekker deze twee pakken en dan lekker vroeg naar bed vanavond. Yay. Inmiddels zo laat en ik ga lekker naar bed. Tot morgen. Een hele goede morgen zonder zorgen. Wij hebben vandaag een hele lekkere dag. Het is 11:15 en de kinderen zijn heerlijk aan het spelen. En ik zit nu even lekker mijn kop koffie te doen voordat ik naar de winkel ga. Want ik had van de week dus de boodschappen laten bezorgen. En ik wist dat ik dan niet alles in huis had. En ach maar, dat ik dan nog heel veel moest hebben en zo. En toen dacht ik, dat doe ik wel vaker als ik niet alles in huis heb. Dan denk ik, nou, dan bestel ik nog even na bij de picknick. Maar ja, die zat natuurlijk hartstikke vol. Ik ben natuurlijk weer iemand die dat allemaal op het laatste moment moet doen. En toen dacht ik, kak, nou moet ik naar de winkel vanmorgen. Is hartstikke druk natuurlijk. En toen kreeg ik een ingeving. Toen dacht ik, joh, ik ga lekker naar de Aldi. Voorheen, voordat wij altijd door de Appie lieten bezorgen, ging ik ook altijd naar de Aldi. En daar is het heel rustig bij ons. Dus dat is echt ideaal. En daar hebben ze verse broodjes. Dus ik zei tegen de kinderen, mama gaat even boodschappen doen. Neem lekker verse broodjes mee. Nou, helemaal blij zijn ze. Dus dat is echt, goed bedacht van mezelf. En ik heb vanmorgen, ik ben helemaal excited. Ik heb boodschappen inkopen gedaan voor Bellevaar. Ik ga allemaal nieuwe dingen toevoegen waar ik zelf helemaal gelukkig van word. Ik ga ringen toevoegen. Ik ga van die hele lekkere warme hoofdbanden toevoegen. Die helemaal goed te combineren zijn met de flow scarves die online staan. Ik ga scrunchies toevoegen. Oh, hele leuke. Ik ga... wat ga ik nog meer? Ik zat te twijfelen over oorbellen, maar ik dacht, ik ga eerst even deze lading doen en even kijken hoe daarop gereageerd wordt. Kijk, ik ga sowieso uitbreiden, maar ja, het is voor mij ook nog allemaal een beetje zoeken. Hè, want nu is voornamelijk heel veel kleding wat gekocht wordt. Maar ik vind het ook leuk om al die... oh, ik word er zo gelukkig van. Maar goed, dat hoop ik snel te hebben. Dan kan ik lekker foto's maken en dan kan het snel online. Heel leuk. Ja, ik zit nu al 2 minuten vol te kletsen en ik heb het gevoel dat ik nog heel veel wil vertellen, maar ik stop ermee. Oh ja, de oppas die komt vanmiddag. En dat is heel leuk om te vertellen nog. De oppas komt vanmiddag en ik ben dus zelf iemand die altijd op het laatste moment nog alles moet regelen voor de kerst. Ook met cadeaus en zo. Nou is dat dit jaar niet het geval. Maar normaal gesproken dus wel. En voor Bellevaar is het dus wel mogelijk om in Ede je pakketjes op te halen. Meestal regelen we dat even via de DM. Dan krijg je een code, zodat je geen verzendkosten hoeft te betalen. En dan kan je het ophalen. En ik had dat dus nog even op Instagram geplaatst. Van joh, mocht je nog kerstcadeaus willen en zo. Nou, en er werd me toch gebruik van gemaakt. Ik dacht, oh, iedereen is net als ik. Gewoon nog even snel cadeaus scoren. Dus dat kan nog, vandaag is het donderdag en vrijdag kan nog opgehaald worden. Gaan we even kijken, wellicht dat we dat volgende week doorzetten. Je kan mij sowieso altijd DM'en hoor. Als je het in Ede wil ophalen, dan regelen we sowieso iets. Want ja, ik vind het ook zonde om
om in Ede te gaan verzenden. Dus daar is altijd wat in te regelen. Maar ja, dit was dus, had ik helemaal bekendgemaakt en zo. En dat werd dus heel goed op gereageerd. Dus dat is super leuk. Nou, 3 minuten. Oh jongens, ik ga 3 minuten volgeklet. 3:30. Nou, doeg! Mag ik het laten zien op camera? Ja. Oh, kijk, Senna houdt heel erg van tekenen. Ja. Wacht even hoor, even in yes. Ja, echt, ik vind het zo leuk. Kijk, hij heeft een Pokémon kaart gemaakt. Jee, wat goed lieverd. Wat is die waard, denk je? 100 euro. 100 euro, wie biedt er 100 euro? Zo, hallo, het is vrijdag en ik heb voor mijn Sofie even een lunchje gemaakt. Senna is logeren en Sofie is lekker boven, dus dat ga ik even brengen. We zijn even in het dorp, want we gaan even wat kerstcadeautjes kopen voor wat mensen. Ik dacht vanmorgen, ik wil wat goeds doen voor anderen, dus ik ga nog even vandaag last-minute kerstcadeautjes rondbrengen. Mensen... waarvan ik denk dat ze er heel blij mee zijn. Kom maar. Oh, kijk dit nou. Ik heb met mijn dochter in het kruisbad. En ze hebben nou gewoon allemaal van die Disney paletten. Hi, de dag voor kerst. Dit is me een partij druilerig. Bleh. Ik heb net Sophia naar mijn zus gebracht. Ze gaat haar kerststukjes maken. Mijn zus gaat met alle kinderen kerststukjes maken met haar eigen kinderen, mijn kinderen en nog een nichtje wat zij heeft. Dus dat vond ik echt een heel leuk idee. Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht ik wil iets goeds doen voor mensen die het nu moeilijk hebben met kerstdagen. Dus ik heb wat cadeautjes gekocht, wat bloemen, wat chocola en whatever, allemaal dingetjes. En dat ga ik vanmiddag nog even langsbrengen bij een aantal mensen. Dus ja... Ja, ik dacht, joh, het zijn kleine dingen die je kan doen voor een ander. En misschien dat ik het zo nog even kan laten zien wat ik gekocht heb. Nou, ik heb onder andere 2 van deze bossen gekocht met bloemen. Ik vond ze echt ontzettend leuk. En, kijk hoor. Oh, ja, deze voor een gezin ook met kindjes. Ik dacht, nou, dan doen we een kaartje erbij schrijven en dan dit geven. Een kerststoel en een... Dus ik ga daar kaartjes bij schrijven en dan ga ik even koffie drinken en dan ga ik de deur uit om het langs te brengen. Zo, goedemorgen. Vrolijk kerstfeest. Het is zondag en ik ben lekker aan Bellever aan het werk. Het is allemaal een beetje een hele chaotische vlog geworden. Ik was van plan om donderdag te editen. Nou, dat is allemaal later geworden. Vandaag is zondag. Ik ga vandaag editen en dan komt hij morgen maandag online. Ik zat vanmorgen ook te denken, het is echt een hele grote kletsvlog geworden. Dat is ook omdat ik de kindjes niet altijd in beeld wil brengen en niet te veel. En ik hoop gewoon dat jullie het leuk vonden. Ik ben vandaag de nieuwe items van Bellever aan het toevoegen. Het wordt echt heel erg leuk. Dus neem zeker even een kijkje op Bellever als je ook houdt van leuke ringetjes en nieuwe... Oh, ik heb zulke leuke haarbanden en dat soort dingen. Neem even een kijkje. Deze en de jurken die ga ik ook in de sale doen. De kerstjurken, want dan heb je nog een leuke outfit voor oud en nieuw, mocht je dat leuk vinden. Dus neem zeker even een kijkje. En ik ga hem nog niet afsluiten, dat doe ik... Misschien aan het eind van deze dag. Ik zit er nu even zo bij. Vanmiddag gaan we lekker feestje houden. Alleen met ons gezin. En dan ga ik even een leuk jurkje aandoen en zo. Nu ben ik even aan het werk. Kindjes zijn lekker aan het spelen. En ik zie jullie zo nog. Zo, ik ben benieuwd of jullie wat kunnen zien. Maar ik heb me vast omgekleed. Ik ben nog niet klaar met werk. Maar ik dacht ik ga lekker mijn jurkje doen. We gaan lekker wijntje drinken. We gaan zo lekker eten samen. Dit is mijn jurkje. Het is van Bellever. Het was echt eentje die super hard ging. We hebben nog wel over, want ik heb nog bij kunnen bestellen. En die gaan deze week lekker in de sale. Ja, het is echt een super jurkje. Oh, vuurwerk. Dus, maar wij gaan
Lekker eten zo. We gaan kometten vanavond. Nou, dankjewel voor het kijken van deze vlog. Ik ga nu even afsluiten. Ik ben aan het editen, dus het is nu 5:00 maandag. En ik hoop dus om 7:00 de vlog online te kunnen zetten. Maar dan moet ik nog even heel hard aan het werk. Maar dat gaat goed komen. Heel benieuwd wat jullie van deze vlog vonden. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Ik zou het heel erg waarderen om als je een leuke comment wil achterlaten. Dan weet ik ook weer wie er allemaal gezellig meekijkt. En heel veel liefs voor jullie. En tot de volgende vlog. Doei doeg!